Vandaag komt er iets heel erg leuks, namelijk... Namelijk, jongens, de pingpongtafel! Hey! Hey! Ja, dat was het wel! Ik ben net klaar met editen. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Bak. Wat was je doen, man? Hey! Wat zijn we aan het doen? Is er iets interessants? Nee, die gast die parkeerde net zijn auto heel asso, maar uiteindelijk zet hij hem toch goed neer. Die gast daar. Altijd zo'n gast met een Porsche, hè? Maar het was een oude Porsche, die telt niet. Het is zo'n getaway car. Jongens, hoe voelen we ons? Prima. Ja? Wil je koffie? Nou, ik heb wel koffie nodig. Ik ben wel echt wel een beetje bak. Ik heb nog geen koffie gehad. Heb jij ook geen koffie gehad? Ik heb geen koffie gehad, man. Kom, we gaan het even halen. Ga maar even halen. Mag ik mijn eigen cupje? Willem wil die donkere. Jongens, vandaag komt er iets heel erg leuks. Namelijk, jongens, de pingpongtafel. Hey! Hey! We krijgen een pingpongtafel voor het andere appartement. Oh, daar is hij. Echt? Nee? Daar. Je liegt. Ik had toen een keer in mijn vlog gezet van ja, misschien willen we een pingpongtafel neerzetten. En toen heeft een bedrijf, die heeft toen gereageerd van hey, wij willen jullie wel een pingpongtafel geven. En die komen ze zo leveren. Dus dat is helemaal top. Ik heb weer een fantastische outfit aan. Dankjewel voor het zeggen. En ik ben Brak. En kijk eens wie er is. Ella, met een mooi jurkje aan. Wat leuk. Zo. Het is tijd om naar beneden te gaan, jongens, want... Het moment is aangekomen. Dus de pingpongtafel. Ik sta maar elke keer boeren in jouw vlog. Vorige keer was je ook aan het boeren, ja. Dat was in jouw story, hè? Oh, dat was een story. Echt een vies ventje, ben je. Echt een vies mannetje, ben je. Ah, ben je gewoon een vies man. Ja, gewoon een heel vies ventje. Maar goed, we gaan nu naar beneden, want de pingpongtafel is er. En ja, wat ik al zei, vorige keer had ik in mijn vlog een keer gezegd van hoe leuk is het als we een pingpongtafel hebben in het andere appartement. En toen heeft het bedrijf Heemskerk heeft toen mijn DM gestuurd van hey, vind je het leuk om een pingpongtafel te ontvangen? En ik dacht van, hey, dit is helemaal top. Eens even jongens, daar staat hij. Heemskerk, play it. Nou jongens, dat gaan we wel doen. Ik heb er echt zin in. Ik wilde vroeger altijd een pingpongtafel. Maar wij hebben nooit een pingpongtafel gehad. Dit is echt een droom die uitkomt inderdaad. Verdorie zeg jongens. Kijk eens wat een mooi ding. Ik ben er echt fucking blij mee. Want zeg maar vroeger weet ik nog wel. Zeg maar vrienden van mij die hadden altijd een pingpongtafel. En ik wilde zelf ook altijd een pingpongtafel. Maar ja. Uiteindelijk nooit gehad of zelf gekocht. Maar jongens. Een droom die uitkomt. Een mooie pingpongtafel. En ook nog eens van Heemskerk. Het merk. Bizar. Even kijken. Past dit? Dit gaat perfect. Dit gaat net, jongens. Het gaat perfect. Ik heb er echt zin in. Ik ook. Maar we hebben alleen nog geen beetjes, dus die moeten we even gaan halen bij de Decathlon ofzo. Oh, de tafel is groen. Ik zie. Ja, hij is groen. Echt? Ja. Dat spul moet je voelen. Heel wat? Nieuw of zo. Mooie... Ja, maar het is echt een goede tafel, serieus. Ja. Het is echt een hele mooie tafel. Ja, het ziet er echt mooi uit. Oh. Ah, jongens, daar komt hij. En we hebben genoeg ruimte, dus dat is helemaal perfect. Daar komt hij. Daar komt hij. Kijk eens jongens, wat een top ding. Maar echt bizar eigenlijk dat je zeg maar gewoon hier gewoon een pingpongtafel staat. Dat is gewoon een woonkamer met gewoon een pingpongtafel. Ja. Nou jongens, fucking blij mee. Heel erg bedankt, Heemskerk. Echt leuk hoe ze bij mij zijn gekomen eigenlijk. Want ik had gewoon in mijn vlog gezegd van ja, misschien een pingpongtafel of zo. We wilden die eigenlijk zelf gaan kopen. En toen op een gegeven moment kwam Heemskerk naar mij en die zei van hey, wil jij een mooie pingpongtafel? Maar we zijn er echt hartstikke blij mee. En Heemskerk is ook echt gewoon een goed merk. Zeg maar, al mijn vrienden vroeger die hadden ook altijd deze pingpongtafels. Want dit is gewoon het merk, jongens. Heemskerk. De pingpongtafel, jongens. Bizar. Wat een ding. Daar gaan we, jongens. De eerste keer op deze pingpongtafel. God, wat goed. We zitten gezellig in de auto. Start de auto. Goed, dan gaan we hier naar boven en vervolgens links afslaan. Oké. Okay. Ik vind het toch altijd een beetje eng zoals jij gaat rijden. Hoezo nou? Ja, gewoon. Dit vind ik gewoon een beetje spannend. Vind ik gewoon een beetje eng. Onzin. Wij zitten nu in de auto, want wij gaan gezellig richting huis. Oh, ons ouderlijk huis. Automatisch. Wat doe jij nou? Heb je op dat dingetje geklikt? Ja, een paar keer, maar toen vroeg of je automatisch ging. Oh. Maar goed, wat ik zei, wij zijn nu onderweg naar mijn ouderlijk huis. En ook het ouderlijk huis van Ruben.
Want mijn moeder die is volgens mij bij mijn oma en mijn pa die is al helemaal alleen. En die zei, komen jullie gezellig thuis eten. En daarna jongens, gaan we zwemmen. Zo, en dat heb ik lang niet gedaan. Ik heb echt lang niet gezwommen. En er is ook een glijbaan. Dus dat vind ik helemaal fantastisch. Met een trechter. Met een trechter, dat je zo in zo'n trechter terecht komt. Maar goed, ik heb mijn GoPro mee, dus jongens, het wordt hartstikke leuk nog allemaal. Dus blijf vooral kijken. En hey, als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan eventjes. Want kijk eens eventjes hier. Kijk dit. Zie je dit staan? Moet je nagaan. Dat zoveel procent gewoon niet geabonneerd is, maar wel naar mijn video's kijkt. Kom op. Lekker abonneren, jongens. Dankjewel. Oh, jongens, moet je eens eventjes kijken. Wat lekker. Wat genieten. Hey, ik moet zeggen, kijk, ons appartement is natuurlijk hartstikke leuk. Maar het is ook wel echt lekker als je gewoon een tuin hebt, hè. Dan kun je op gras staan, jongens. Nee, maar een tuin is wel echt iets lekkers, weet je. Als je bijvoorbeeld met je koffietje lekker naar buiten loopt, lekker in de tuin gaan staan. Dat vond ik ook zo lekker toen ik bij Gio woonde. Dat je lekker in de tuin een koffietje kon doen. Nou, jongens, dit is perfect. Dit is echt een top scenario. Zo jammer. We zijn in Hoofddorp en we wilden heel graag gaan zwemmen. Maar we gaven de kaartjes aan die vrouw achter de balie en die zei van, wat gaan jullie eigenlijk doen? Wij zeggen, ja, we gaan zwemmen. En toen zei ze, je mag niet zwemmen, want het is met 12 jaar oud. Een hele goede morgen, jongens. Kijk, Ella die zit hier ook. En Ella die heeft een hele leuke TikTok gezien. En dat is deze. Oh, ik moet helemaal niet bij jouw voeten pakken, ik moet bij je knieën. En dit wil jij nu gaan doen? Ja, maar ik moet bij je knieën pakken. We hebben het net ook al één keer geprobeerd, maar dit gaat helemaal fout, jongens. Dit werkt niet. Nee, wel. Dit gaat hartstikke goed, man. Ik heb hier helemaal geen vertrouwen in. Help. Oh, wacht, mij moet. Oké, dus ik moet op de grond gaan liggen. Ik moet gaan liggen. Oh. Ik moet weer zo. Dit lijkt op een hele verkeerde pornofilm. Ja. Maar... Nee, jij moet bij mijn knieën. Ja, maar hoe kom ik nou? Jezus. Oké, en nu? Omhoog. Ja! Jezus. Hey, misschien best goed. Ja, maar wat zijn we aan het doen? Oké, opnieuw, want dat ging echt best wel goed. Eerlijk, ging beter dan ja, net. Ja, het ging beter dan net. Auw! Auw! Zullen we dit op OnlyFans zetten? Ja. Oké. Dat doe je allemaal. Ja, nee, jij. Jezus. Oké, en dan nu omhoog. Jij moet ook naar... Jij moet je knieën naar binnen. Nee. Nou, gelukkig heb jij een sportbroekje aan, want anders had ik de doos in de vol naar binnen gekeken. Ja. 3, 2, 1. Hoe kan het nou? Nee, dat komt omdat jij steeds recht gaat. Jij moet deze ook gewoon buigen. Oh, als ik zo'n knie... Kijk. Ja, dat was het wel. Ik ben er klaar mee. Ik krijg vliegles, man, als jij dat doet. Jezus. Jongens, kijk eventjes hoe top. Ik was gewoon vergeten dat ik er stond. Ik werd vanochtend wakker en toen ging ik naar deze kamer. En opeens zie ik weer die pingpongtafel staan. Ja, het is zo chill. Maar goed, El, wij gaan eventjes een potje pingpongen. Ga jij winnen? Je bent gek. Hier. Je kan niet winnen. Kom maar. Kom maar. Ja. Ja. 1-0. Jongens, Ruben en ik gaan de deur uit, want vandaag is onze oma 75 jaar geworden. Hoera! Hoera, hoera! En we gaan er vandoor, we gaan gezellig lekker eten met het hele gezin en mijn oma. Dus dat wordt hartstikke gezellig. 75 jaar trouwens, dat is best wel jong, want ik ben 21, Ruben is 23. 22. Oh, 22. Jezus, dat ik dat niet weet. Maar 75 is best wel jong, toch? Het is niet oud. Nee, het is totaal niet oud. Heb je pakschoenen bij? Want we moeten wel pakschoenen bij. Nee, we moeten helemaal geen pakschoenen. Echt niet, het is even pa. Ja. En jij moet die teruggeven. Dus je probeert hem nu gewoon op te naaien, wat niet zo is. Want ik heb helemaal geen pakschoenen nodig. Ik ben blij dat je scherp bent. Wat is het cadeau? We hebben echt een heel leuk cadeau, jongens. We hebben ooit een foto gemaakt in de Superclub. Met z'n vieren, dus met mijn moeder, mijn vader en Ruud. En ik natuurlijk. En mijn oma vindt het gewoon hartstikke leuk. Die woont soms in Spanje, meestal een beetje rond de winter. Gaat ze een paar maanden naar Spanje. En we hebben dus een foto mooi uitgeprint in een lijstje gedaan. En ik denk dat ze dat helemaal fantastisch gaat vinden. Daar lopen we weer, op de koemarkt. Ja. Hé, jongens, weet je wat is raar? Ik weet niet of ik het vorige keer ook in de vlog heb gezegd. Maar ik ben dus ooit boven op die koe daar geklommen, maar ik weet niet meer hoe. Ik heb echt geen idee. Maar goed, jongens, zitten we... Oh, ik hoop dat we buiten zitten. Dat zou echt lekker zijn. Hier anders, hè? Even wat anders. Permanent. Kijk eens eventjes gezellig zitten met z'n allen. En oma heeft een kaart gekregen. 75 jaar. 75 jaar. Een jonge, hippe oma, hè? Drie, vier, niet normaal. Van een eeuw.
Jouw energie, ja. De gezondheid en het geluk brachten je op deze mooie leeftijd. Geniet van wat het is geweest. En kijk uit naar al het mooie dat nog komen zal. Maar daar hou ik je aan, hè? Perfect. En op de achterkant hebben we ook nog eens. Een prachtige verjaardag. Nu het belangrijkste. Kijk, het cadeautje. Goh. Ik weet je. Onze Ria maakte het. Oh, ik voel het al. Oh, leuk. Oh, leuk. Je weet nog niet eens wat het is. Ja, ik voel het al. Wat dan? Ja, een foto. Het is een beetje moeilijk ingepakt met de duct tape soort van. Zo! Ja, we hadden geen plakband, dus we hebben met duct tape gedaan. Normaal zitten ze akoestische platen zitten vast op de muur. Ja, maar die zitten ook niet vast, die vallen er ook helemaal af. Die vallen er ook steeds los, ja. Dit is inpakpapier voor mijn zenddoosjes. 1, 2, oh leuk! Kijk eens even. Ja, 1. Met viertjes. Hartstikke leuk. Kijk jongens, deze foto, die staat ook op mijn Insta. Ben je er blij mee? Ja, hartstikke leuk. Leuk hè? Ja, 1. Jongens, ik ben aangekleed en wel. Ik heb vandaag eigenlijk nog niet zo heel veel gedaan. Ik ben in de ochtend lekker gaan sporten samen met Ruben. Maar het is nu tijd om naar Amsterdam Noord te gaan. Want we gaan op een 538 cruise. Samen met Ricardo. Ricardo komt er ook aan. En er zijn optredens van Rolf Sanchez, Christos Amsterdam, Sunnery James en Ryan Marciano. Jongens, het wordt geweldig. Dus let's go. Ik had een tijdje geleden een TikTok gepost waarin ik een duet deed met Rolf Sanchez. Nou, dit is een beetje van hetzelfde event, zeg maar. Dus er komt straks iemand op het podium die dit duet heeft gewonnen. En die gaat live samen met Rolf Sanchez optreden. Dus dat wordt hartstikke leuk. En ik ben benieuwd wie het is. Nou jongens, we zijn er. Maar alleen het enige nadeel is, het gaat opeens regenen. Ja, maar ik denk maar dat ik vind het wel gezellig dat jij mee bent, weet je. Ja, ik vind het gewoon. Ja, ik vind het ook heel leuk. Ik had wel iets mooier weer eigenlijk verwacht. Ja, dat wel. Maar goed. Heb je een jas bij je? Nee. Jij? Dit is mijn jas. Dit is mijn jas. En dat is de rij. Nou, dan gaan we in de rij staan. Nou jongens, kijk, je hebt dus een grote boot. Maar je hebt een nog grotere boot. Jezus. Misschien zit Gio daarop. Hij had altijd op zo'n stomme cruise. Zo'n cruise inderdaad. Ja. Misschien is dat hem wel. Ja, het zou er gebeuren als dat zinkt. Als dat zinkt? Ja. Nou, ik denk niet dat het zinkt. Ik denk eerlijk gezegd dat wel goed gestabiliseerd is. Dat denk ik wel. Ja. Beter gestabiliseerd dan die handheld van je niet. Ja, ja. Ik moet zeggen, het sfeertje zit er goed in. Nee. Ik doe het best wel rustig. Ja, maar blijkbaar is het dus, ik heb geen idee, jongens. Ik ben uitgenodigd door 538 en Mentos. Maar ik had geen idee wat ik moest voorstellen. Maar blijkbaar is het dus gewoon een festival op een boot. Nou, één ding weet ik wel zeker. We zijn me voortaan belt en we gaan iets doen. Nee, ik ga niet met je mee. Nee. Hey. Wacht nou even, dat is 2 muntjes en we hadden maar 2 muntjes. Het moet nog een beetje op gang komen zoals je ziet, maar dat wordt wat. Daar gaan we jongens, we zijn aan het varen. We zijn aan het varen. We kunnen nu niet meer terug. Hoe lang zitten we hier? Nou, tot om 10:30 is de boot weer terug. 10:30 was? Ja. Dat had je niet gezegd. Wel. Je zei dat tot 10:00 10:30 zou duren. 10:30. Nee. Wel. Jawel. Nee. Dit heb ik wel gezegd. Maar goed jongens, daar gaan we. Kijk, van je kijkers. Wat dan? Om een keer een atje te trekken. Echt waar? Ja. We gaan nieuw halen. Ja. Ah, wat leuk! Heb ik ook? Wat leuk! Ik heb Moog! Ja. Ik heb jou 4 muntjes gegeven. Ja? En je komt aan met 4 normale bier en 1 grote. Hoe kan dat? Ken ik jou ergens van? Ik zeg ja. Zou kunnen. Van YouTube zou zijn niet. Weg gaat je gratis. Nou ja. Toch? Verdammt!
in de lift, gisteren lekker gedronken en nu gaan we sporten. Hè? Huh? Sporten? We gaan sporten, we gaan padellen. Wij gaan padellen. Maar je zei, wij hebben gisteren gedronken. Ja, ik en Ricardo. Ah, was leuk. Ja, was fantastisch. Ik heb genoten. Ik heb echt genoten, jongens. Het was echt hartstikke, het was leuker dan verwacht uiteindelijk. Ja? Ja, het was echt leuk, jongens. Want ik heb Willem er niet waar gelegen. Nou ja, nee, jullie gingen uiteindelijk niet meer mee. Niet meer mee, ik kon nooit. Nee, Ruben wel, maar Ruben had geen zin. Maar goed, jongens, we gaan lekker padellen. Niet hier. Zo, het scheelt echt niks. Jongens, het is vandaag een heerlijke zonnige dag hier in Nieuw-Vennep op de padelbaan. En ik heb hier een tennisbal. Jongens, ik ben bij de Camera Express geweest. Weer de gevaarlijke plek. En kijk eens wat ik heb gekocht. Een microfoon voor boven op mijn camera. Ja jongens, wat ik zeg. De Camera Express is een... ja, ik heb een beetje een soort van haat-liefde relatie met de Camera Express. Maar jongens, ik ben blij met dit ding. Want als ik bijvoorbeeld weer een Q&A ga opnemen of een video als ik gewoon, ja, gewoon staand, dat ik niet aan het vloggen ben, maar gewoon dat die op een statief staat of zo, dan heb ik gewoon een betere microfoon nodig. En deze is perfect. Dus ik ben er blij mee. Dus dit is echt helemaal top. Deze had ik ooit al echt van heel lang geleden. Maar deze is dus de nieuwe. Maar als ik nu aan het opnemen ben, dan hoor ik maar geluid vanuit één kant. Dus ik een beetje opzoeken, blijft het een mono ding te zijn. Maar het is raar, want Stefan gebruikt die en heel veel andere mensen gebruiken hem ook allemaal. Maar bij mij neemt hij maar één channel op. Dus dan hoor je eigenlijk alleen maar links bijvoorbeeld. Maar goed, ja, dan ga ik hem denk ik gewoon terugbrengen, want hij werkt gewoon niet. Zo jongens, ik sta op het punt om lekker te gaan slapen. Morgen wordt ook weer een hele leuke dag, want ik ga samen met mijn oude vrienden uit Haarlem ga ik lekker varen. Dat deed ik vroeger heel erg veel en ik ga morgen eventjes terug naar Camera Express om die microfoon terug te brengen. Want waarschijnlijk is hij gewoon kapot en doet hij het gewoon niet. Ja, of hij doet het niet zoals hij hoort te doen. En dat is natuurlijk wel de bedoeling als je iets koopt. Dus dames en heren, jongens en meisjes, dank voor het kijken. En ik spreek jullie de volgende keer om 6 uur weer bij een nieuwe video. Later!